Hey, hallo daar en welkom weer bij deze nieuwe video. We zijn vandaag weer in Content Veen en we beginnen vandaag even op Skyblock. Want hier zijn we al een tijdje niet meer geweest. Jullie weten helemaal niet meer hoe het hier uitziet. Nou, het is hier helemaal veranderd. Ik heb het eiland in principe eigenlijk al wel af. En we hebben gewoon music disc. Kijk, we hebben de 3,6 miljoen aan Minecraft geld. Dus we zijn lekker rijk. Het is hier heel druk in de Skyblock. Dus ja. Nou, we hebben hier de Skyblock lore. Ik ga die even lezen, want dit is heel belangrijk voor deze video namelijk. Je kunt dit boekje ondertussen ook al kopen op de MP in Skyblock. Gewoon maar voor 2k Minecraft geld. In Content Veen. Dus als je nou in Content Veen speelt en je wil ook de Minecraft lore gewoon voor jezelf hebben. Nou, koop het dan even lekker. Het staat er nu nog op MP. En er is ook iemand anders die heeft mijn boek gepubliceerd. Volgens mij zijn er nog 2 misprints. En de rest is al verkocht van de misprints. Dus het is een verzamelaar item. Ik zou snel online gaan als deze video online is. En dan snel kopen, want het wordt een verzamelaarsitem. Ja, oké. Nou, dit is het originele boek. Ik kan het pakken. Kan ik laten zien dat dit het originele boek is. Hier staat original. Dus dit is het originele boek. Er waren eens 2 jonge mannen. Joshua en Mike. Deze 2 leefden in een prachtige moderne stad in Survival Seizoen 3. Ze bouwden elke keer weer nieuwe gebouwen erbij, omdat de stad nog machtiger werd. Maar in het vorige leven van Joshua op de Jupiter SB was Joshua een burgerwacht met een boog, ook wel gekend als de Green Arrow. Dus toen iedereen in de stad sliep, kreeg hij een visioen dat hij opnieuw zijn heldenkleren uit de kast moest trekken. Ja, oké. Nou, ik ben dus de Green Arrow. Nu even niet. Ik ben nu gewoon Joshua Coopro met mijn mooie skin. Laten we dit even verder gaan lezen. Ik denk wel dat het handiger is als we hem hierop leggen en dan. Waar nog blijven? Hier waren we. We bouwden een Green Arrow bunker, maar toen die bunker bijna af was, vond Mike de bunker. Lima, Mike en El, zoals jullie hem allemaal kennen. Joshua kon hem niet wegsturen, want anders zouden andere jongeman het nieuws aan de hele wereld vertellen. Joshua kwam tot het besef dat het heldenberoep niet mogelijk is om in je eentje te doen en nam het besluit om het team Green Arrow te vormen. Hij beloofde aan Mike dat hij een machtige trident zou regelen. Dus zoals beloofd regelde Joshua de trident voor Mike, die toen Aquaman NL werd. Ondertussen heet onze held Mike de Green Fork. Later kwam ook een jongeman genaamd Mart bij het team. Op een dag, nee eigenlijk een nacht, ging team Green Arrow op een missie om een superschurk uit te schakelen. Ze bevochten het verschrikkelijke kwaad en Mart raakte zeer gewond. Gelukkig wisten onze 2 geweldige helden Joshua en Mike de schurk op te sluiten in een soort kristal. Op het moment dat het kwaad in het kristal werd gevangen, ontstond er een magische schokgolf. Joshua en Mike, die naast het kristal stonden, werden geraakt door de schokgolf en er kwamen mutaties in hun chromosomen. Ja, oké, er is een kristal en ik heb dus ooit als de Green Arrow samen met Leon, Mike en El een superschurk verslagen. Hij was echt verschrikkelijk, maar het is ons gelukt om hem te verslaan. Ik zal het kristal laten zien, want dit gaat over over dit eiland helemaal, over Skyblock. Het heet ook niks is Skyblock lore. Maar als we hier naar boven gaan in ons gebouw, dan hebben we hier het kristal. En ja, dit kristal is gewoon. Door dit kristal bestaat Skyblock eigenlijk. Nou, eigenlijk allemaal commands en zo, die gewoon de server owners en zo hebben gedaan. Maar dit is het kristal dat in de lore zit. Dus als je nu afvraagt welk kristal. Nou, dit kristal naast me. Je moet eerst even eten. Gaan we even verder lezen. We waren. Oh ja. In hun chromosoom. Door de mutaties kregen ze een beter uithoudingsvermogen. En de kracht om te teleporteren tussen de aarde en het Rijk van de Halfgoden. Het Rijk van de Halfgoden, dat is zeg maar. Skyblock. Door het kristal werden Joshua en Mike dus een soort halfgoden. Bang voordat iemand op de aarde het kristal zou vinden en per ongeluk het kwaad weer vrij zou laten, besloten de 2 nu halfgoden om het kristal mee te nemen naar het halfgodenrijk, naar Skyblock. Dat is dat paarse kristal dat ik jullie net heb laten zien. Eenmaal in het halfgodenrijk aangekomen met het kristal, begon het kristal paars licht uit te stralen. Opeens scheurde de grond onder Joshua en Mike hun voeten en een deel van het rijk, zelfs een deel van een berg, zweefde er vandoor met onze helden er nog steeds op. Op het duur kwam het eiland tot stilstand en konden onze stoere helden een leven beginnen op een nieuw eilandje.
Ze noemen het eiland het Godeneiland. Het Godeneiland dat loskwam van de kern van het halfgodenrijk. Nee, honderden eilanden met halfgoden vlogen allen hun eigen richting uit om later bewerkt te worden door de halfgoden. En al die eilandjes, dat zijn gewoon allemaal eilanden waar alle spelers op zitten. Dus als jij nou hier op Contra 2 speelt en je zit op een eilandje, dat betekent dus dat je een halfgod bent. Want je, ja, je woont hier dan in Skyblock in halfgodenrijk. Dus ja. Er waren we. De eilanden lagen niet dicht naast elkaar. Sommige waren heel hoog en ver gegaan. En ver gegaan vliegen. En dat zijn nu de ijskoude watereilanden. Je had ook eilanden die heel erg laag en dicht bij de gloeiend hete kern van het halfgodenrijk zweefden. Die eilanden heten nu ook wel vuureilanden. Omdat het daar zo heet is. Als laatste heb je ook nog de aardeeilanden. Dat zijn de eilanden die een gematigd zeeklimaat hebben. En die op dezelfde hoogte hangen als het main eiland, a.k.a. Span. Nou, iedereen kent al Span als je hier op de server speelt. Deze aardeeilanden liggen ook niet al te ver van de kern af, maar ook niet te dichtbij. Deze helden wonen op een Onze helden woonden? Ik woon er nog steeds. Op een aardeeiland. Wel regent het vaak op een eiland. Dit komt natuurlijk omdat hun eiland voor de helft bestaat uit een berg. Niet alle eilanden werden zo mooi als het godeneiland. Sommige halfgoden gingen namelijk alleen maar om het geld. En die halfgoden bouwden fabrieken met moordmachines die elke seconde wel een dier of mob vernietigd. Oftewel mobfarms. Bij de bouw van vestiging van onze twee helden plannen de twee jonge mannen om een speciale kamer te maken om een paarse kristal veilig op te slaan. Zonder dat het meer schade toebrengt aan de aarde of het halfgodenrijk. Nou, daar zijn we net geweest bij het paarse kristal. De twee helden leven nu vredig op een eiland en zij bezoeken af en toe nog een prachtige stad in de survival. Waar ze dan snel nog even wat gebouwen bouwen. Met Mart uit het team Green Arrow gaat het ook weer goed. Hij is weer volledig genezen. Het kristal mag nooit gebruikt worden om het universum van Contra 2 te vernietigen. Met het kwaad dat nu in het kristal huist. Het vermoeden gaat dat het kristal ervoor gezorgd heeft dat het halfgodenrijk nu uit zwevende eilandjes bestaat. Dit hele verhaal is geschreven vanuit het perspectief van Jozef. Andere halfgoden zullen natuurlijk hun eigen verhaal hebben. Maar dit is natuurlijk hoe Jozef het heeft beleefd. De halfgoden zijn ook wel de andere spelers, maar zo is het verhaal mooier. Als je meer lore wilt, abonneer dan even op Jozef Koppeldus en like dan ook even. Oké, dames en heren, we zijn nu in de survival. Zoals je kunt zien is het nu 5 uur, het is maar een paar minuten geleden dat ik nog op Sky was, op Skyblock, in het halfgodenrijk. En ja, ik wil ook nog even een beetje laten zien wat ik hier heb, gewoon een beetje flexen met al mijn rijkdommen in survival. Ik heb hier mijn honden, Batuta en Moes. Ik heb hier nog wat random katten. Nou, ik heb hier gewoon een heleboel beesten en zo. Ik ben gewoon rijk en zo, ik heb heel veel rijkdom. Als we hier naar beneden gaan, dan komen we natuurlijk in onze mooie beesten. Hebben jullie allemaal wel eens gezien als jullie natuurlijk mijn video's kijken. Dat zou ik wel leuk vinden als jullie dat ook deden. Wat is dit? Waarom staan hier bordjes? Ik heb op de plek waar ik mijn pretpark wilde bouwen een brief voor jou gevonden. En ik heb hem in jouw briefbus gedaan. Groetjes, lieve mijn kanaal. Oké, lieve mijn kanaal. Wat zit in mijn briefbus? Ook een brief. Hij komt je halen. Hey, yo, wat is dit? Hij komt je halen. Waarom heb ik een hij komt je halen boekje? Oh, oké. Oké, dames en heren, koekenperen, we zijn in mijn kantoor aangekomen. We gaan het boekje lezen. Wat staat erin? Beste Jozua, als je dit leest is de Dutchcraft wereld overgenomen. En ben ik ook niet meer de oude. Oh nee, als jullie mijn oude video's keken van de echte Dutchcraft, want nu zit het op Contra 2. Dan weet je wat de Dutchcraft-wereld is, dus ga die video's kijken. Als ik het niet vergeet, dan zet ik een link in de beschrijving naar die video's. We gaan even verder lezen. Na jouw vertrek naar het verleden is het virus alles over gaan nemen. En niemand kon het stoppen aangezien jij de enige bent die weet hoe je het virus onzalig maakt. Alles en iedereen, dat is waar deze brief over gaat, is overgenomen door het virus. De meeste mensen zwerven nu gewoon over straat als een zombie. Maar er was een persoon die zich anders gedroeg zoals de anderen.
Deze persoon heet Best Bitbot. Deze ene Best Bitbot is helaas Hanna tegengekomen. Die zoals je al wist als eerste is overgenomen. En je probeert te vernietigen. De kwaadaardige Hanna heeft hem geleerd dat jij vernietigd moet worden. En dat alles op zijn oorlogspad vernietigd moet worden. Om jou te stoppen. Oké, dit is echt een heel ernstig boek. Ik heb niet zoveel tijd meer. Morgen zal het virus mijn machtige paleis bereiken. En dan zal ik moeten vragen. Wie heeft nou ook weer een paleis in dit script? Het is de volgende dag en het virus heeft mijn paleis bereikt. Best Bitbot kwam als eerste en hij heeft mij opgesloten. Gelukkig heb ik dan eindelijk de manier gevonden hoe jij ook al was ontsnapt. Oké, ik was ontsnapt uit het paleis van Manuel. Dus deze brief is van Manuel. Denk het, oké. Ik val niet meer te redden. Ik ga nog proberen dit boek door het Dutchcraft portal te gooien. En dan is het afwachten totdat ik overgenomen word. Help! Best Bitbot is mij gevolgd naar de portal. En hij is erin gegaan om jou te komen vernietigen. Er zal in 3 dagen wel een portal verschijnen in de buurt van jouw base. Van waar je ook bent. Wees gewaarschuwd, hij komt eraan! Help! Het virus. Ik gooi nu het boekje in de portal. Blijf gezond en versla het virus. De keizer Manuel van de Samurai en de Draken. Sterfdatum 20 april 2024 in Minecraft. In Minecraft dan, hè. Oké, maar hij komt in 3 dagen eraan. Maar wanneer is dit boek geschreven? Oh, nee. Hier staat 20 april. Dan is dit boek geschreven. En zoals je hier kunt zien aan de zijkant is het 22 april. En dan staat er hier in het boekje... waar staat het? Hier. Om jou te vinden. Er zal in 3 dagen wel een portal zijn. En dit is. Op 20 april. Geschreven. 2024. En nu is het ondertussen 22. Oftewel, dat betekent dat morgen dat portal zal verschijnen. En dan. We moeten voorbereid zijn. Ik heb opeens heel erg gehaast. Oké, ik heb hier niet zo heel veel tijd voor, maar we zijn aangekomen bij lab. We moeten eerst even een labjas aandoen. Even gewoon een mooi pakje aan, zodat alles schoon blijft hier. Ik moet mijn hele armor even hier op deze armorstand. Dan gaan we hier door de deur heen. Dan doen we even hier bij het bedieningspaneel even deze deur dicht. En dan gaan we naar het lab. Ik denk dat lab... Laboratorium nummer 2. Ik denk hoor. Ja, kijk. Beneden staat hier de tijdmachine ondertussen. De tijdmachine uit de vorige video. Die hebben we hier neergezet. Ik heb hem gerepareerd. Zoals je kunt zien hierboven helemaal. Hij is nu aan het opladen. Dus hopelijk kunnen we hem binnenkort gaan gebruiken. We gaan naar lab 2. Want lab 2, daar hebben we wat skulk. We hebben hier amethyst. En ja, zoals in het boek stond... ik ben de enige die weet hoe je het virus moet vernietigen. Dit is het virus, dat blauwe. En dit paarse, dat is amethyst. En dat is nogal... Het bezit magische krachten. En met de magische krachten van de amethyst kun je het virus stoppen. Alleen, ik had het helaas moeten vertellen aan iedereen in Dutchcraft. Want nu is Dutchcraft helemaal weg. Of helemaal... Het is allemaal overgenomen door het virus. Alweer. Net zoals het vorige seizoen. Dit is dus de way. Ik denk dat we gewoon heel veel amethyst gaan nodig hebben. Maar hoe komen we aan heel veel amethyst? Want het is wel een speler. We zouden misschien amethyst armor trims op onze armor kunnen doen. Maar ik denk niet dat het werkt. Oké. We zijn weer een dag verder, zoals je kunt zien hier aan de zijkant. Vandaag is het de dag dat die ene Best Bitbot naar onze stad komt. En ja, kijk, nou dit is het virus. Dit stukje virus is natuurlijk geneutraliseerd, maar ik hoop dat het virus niet meegekomen is. In ieder geval, Best Bitbot was zoals in de brief stond, was hij overgenomen door het virus. Dus dit wordt een heel groot probleem, dit is heel gevaarlijk. Ik heb mijn lapjas aan, ik hou mijn lapjas ook maar gewoon aan. Laten we snel gaan, want ik ben heel gestrest. Het portal zal ergens moeten zijn. Maar waar zou het kunnen zijn dan? Het pretpark is of daar, dat weet ik nog niet.
Maar die Makenel had, moest daar wel ergens dan die brief hebben van, nou hier was het niet. Dus ik weet niet meer. Kijk, we moeten wel gewoon de rotonde vloggen, want we zijn wel gewoon Nederlanders. Kijk, ik bedoel. Zo gaat. Oh nee. Wat is dit? Oh nee. Oh nee, oh nee. Rennen. Nee, we moeten rennen. Nee, wat is dit? Wat is de bed, Witbob? Help. Ja, het is mijn bed. Mijn bed. Hier. Oh nee. Oh, lek ook van heel erg. Wow. Hier is verstoppen. Oké. Volgens mij zijn we hem kwijt. Oké. Ik denk dat we even naar Sky gaan. Want Skyblock, daar schijnt altijd wel de zon. We moeten het ook een kristal zoeken. We moeten even kijken of het kristal heel is. Want Best Bitbot is er officieel nu. En misschien gaat dit wel slopen. Oké, ik zie jullie zo. Oké, we zijn weer op het mooie Skyblock. We gaan nu het kristal checken. Er komt niet heel veel licht meer vanaf. Normaal komt er wel licht vanaf. Dit is niet goed. Snel rennen. Oké, gelukkig hebben we hier een speed boost. Gaan we hier door de gangen rennen. Gaan we snel naar het kristal kijken. Is best Bitbot hier geweest? Oh nee. Hij heeft het kristal gevonden. Dit is een ramp. Dit is weer het einde van de video. Like en abonneer. Want, ja, er is een ramp ontstaan. En als je nou wilt weten wat voor een ramp het is, lijkt het abonneren. En wil je nou ook op deze server spelen? Het IP is play.conf.nl en voor Bedrock moet je nog 26006 invoeren. Ja, dit is weer het einde van de video. Like en abonneren.